Bravo. Hallo. Wordt de eerste vlog van het nieuwe jaar. Beetje laat, sorry. Maar we gaan gelijk beginnen met wat lekkers. Korndog, man. Geen idee of het lukt. Dus dat gaan we nu zelf eens proberen. Is het allemaal klaar? Ik hoop dat het goed is. Het wordt een hele vieze brei. De eerste hond komt eruit. Dit moet 3 minuten zo lekker doorborrelen. Nou, een succes is. Eerst even met eentje proberen natuurlijk. Namelijk geen succes, kunnen we het nog gewoon weggooien dan zeker. Moet je nou toch kijken, de eerste echte corn dog. Nummertje 2. Die heet eigenlijk heel leuk. Komt hij in de buurt? Toch lekkerder met bokworst, hè, maar. Tekens wat er ook. Wat wil mee? Oh. Nou, ze zijn af. Lekker een bord gemaakt. Er is er ook eentje, een borstje was afgebroken. Dus daar hebben we kleintjes van gemaakt. Ook erg leuk voor op verjaardagen, denk ik. Het is wel heel erg veel werk voor op verjaardagen, maar het kan op zich wel. Maar een heel bord vol. Ze zit lekker met ketchup. Ook zo eventjes lekker nog smikkelen. Lekker met patatjes ook erbij. Oh. Laat het origineel de inspiratie zien, schat. Hebben die zo bij de hand? Ja, focus. Die zijn naar Disneyland. Voor de kenners. Dit zijn dus corn dogs. En we hebben er net al eentje geproefd, zoals jullie gezien hebben. En ze zijn heerlijk, machtig, maar heerlijk. Lekkerder als die hamburger dingen. Dat gaan we ook nog een keertje doen. Hij is weer uit focus, ook heel leuk. Maar het is goed gelukt en zeker ook voor herhaling vatbaar. Waarschijnlijk eerder dan verwacht. Is je lekker, schat? Ja. Nog? Was dat op zijn carnavals? Dus we gaan er gewoon lekker van smikkelen. Het recept komt zo hier ergens onder te staan.
vergeet ook niet deze jongen aan te klikken hier zo. En ook helemaal niet deze jongen hier zo. En dan gaan we jullie volgende keer weer zien met een nieuwe voedselavontuur of pretparkavontuur of whatever. Tot de volgende keer!